Belou Pessy. En dan heeft de scheidsrechter gefloten. Is er iets mis met de bal? Die is lek. Dat is snel. Binnen een minuut. Bij het druk zetten van Postema. Daar moet dat gebeurd zijn. Via Pinto en Postema. Valente. Tegengehouden door Pinto. Maar hier kan niet door Valente. Orad Mangoen, zijn oud ploeggenoot in de achtervolging. Die gaat er eigenlijk niet helemaal lekker mee om. Mist eigenlijk de bal en maakt vervolgens de overtreding ten opzichte van Valente. Vrije trap op een aardige plek voor FC Groningen. Met Prins en Duarte achter de bal. Duarte ineens en hij raakt de lat. Dat scheelde niet veel voor Laros Duarte en FC Groningen. Na iets meer dan 10 minuten. Verratti. Pinto. Verratti die op vrij veel posities uit de voeten kan bij Fortuna. Dat is een goede aanval en een serieuze kans ook voor Sierhuis. Eerste echte kans in deze wedstrijd is voor de spits van Fortuna met het verleden bij Groningen, Kai Sierhuis. Groningen wel dichtbij geweest natuurlijk met die vrije trap van Duarte op de lat. Goed. De aanvallers staan wel goed in positie, maar dan moeten ze wel beter bediend worden. Lonwijk probeert het. Dat is toch een wonderlijke knal van Justin Lonwijk. Jurjes moet aan de bak. Moet serieus aan de bak op een geweldig schot van Lonwijk. Valente is onderweg, krijgt de bal op het juiste moment mee. Luciano Valente, Postema met de kans voor Groningen en de bal op de paal. Voornamelijk goed gevoetbald hier door Valente. Postema krijgt net iets te veel ruimte van Fortuna. Nou ja, krijgt veel te veel ruimte. Neemt de bal niet eens perfect aan. Maar krijgt hem toch nog heel aardig op doel. Duarte in de rug gelopen door Sierhuis. Maar blijft op de been. Blijft in balans uiteindelijk. Inschattingsfout van Verrips. Maar het is niet zo dat Bakuna de bal hier voor het inschieten heeft. Fortuna Sittard gaat verder in deze kwartfinale zonder Alen Halilovic. Invalbeurt voor Deroy Duarte. Zo wordt het echt de wedstrijd tussen Laros en Deroy Duarte. De ingooi van Wouter Prins. Oh, fout van Peersman en van grote afstand, maar niet op doel gemikt door Sierhuis. Het is hondenweer in Groningen. Nog één keer Fortuna. Córdoba. Córdoba frommelt zich er bijna langs. Bal tot bij Da Cruz. Da Cruz, dat is nog een doelpoging en een mogelijkheid voor Fortuna. En gaan we zo dadelijk beginnen aan de verlenging. Is dit misschien wat voor Peterson? Goeie redding zeg van Jurjes. Nauwelijks iets te doen gehad. En dan moet je er toch staan. 117e minuut. Lachende gezichten bij de supporters van Fortuna. Is dit dan wellicht een moment om toe te slaan voor de Limburgers? Natuurlijk is hij daar, Siovas. Blokzeil, de bewaker van Belkier. En daar zit hij er bijna in. Ternauwernood weggehaald door Valente. Opgepikt hier door FC Groningen. Valente. Op het hoofd van Siovas. Postema. Nog één keer Groningen. En een kans uit de draai geschoten. Hier fluit Hichler voor het einde. 0 tegen 0. Na 123 minuten voetbal in Groningen. En dus penalties. Simon Voet. Linkspoot.
tegenover Jurjes. Voet. Weer gelijk. 3-3. Allebei een keer gemist. De beurt is aan Peersman. Marvin Peersman. Rechte aanloop. Peersman is heel rustig. Groningen op voorsprong. En dat betekent dat als Fortuna nu niet scoort, Groningen naar de halve finale gaat. Het is Belkier. Deze moet erin. Anders is het gedaan met Fortuna. Belkier. Hij mist. Groningen gaat naar de halve finale van het bekertoernooi. En wat een ontlading. Hier in de Euroborg. De tranen bij Belkier. En het feest bij Groningen. Dat voor de vijfde keer in de geschiedenis naar de halve finale van de beker gaat.